dat jullie weer kijken. Ja, een nieuwe trekker, maar we gaan voor verbetering van de grond. Brede banden erop. Trelleborgbanden met luchtdrukwisselsysteem. Kunnen we op het land met hele lage druk rijden in de banden en op de weg hoge druk. Wordt opgepompt via de compressor van de trekker. Deze banden 1760 R x 38, die zijn 71 centimeter breed. Tussen de banden zit 1,20 meter. Nou heeft Jelle de multivator al opgehaald om het aardappeland klaar te maken. De wielen waar de multivator op loopt, daar zit ongeveer 1,14 meter tussen. Dus ik ga deze iets naar buiten schuiven, zodat de tussenruimte ook 1,20 meter wordt. Alles klaarzetten om het land te bewerken voor de aardappelen. Dit is de multivator, daar trekken we de ruggen mee. Wat hadden we nou vorig jaar? Ik gebruik toch altijd nog markeurs, terwijl we toch nog GPS gebruiken. Dat is makkelijker om voor te rijden. Dan breekt deze bout. Klap je de markeur in als je klaar bent met het perceel. En wat gebeurt er dan tijdens het transport? Dan rammelt dit boutje eruit. En dan valt die markeur zo bovenop het spatbord van de trekker. Dat heb ik gedaan al aan de andere kant. Hier een plaatje opgelast. Dus als nu deze bout breekt, dan kan die alleen maar naar achteren vallen. Vorig jaar hadden we een kopweg voor aan de trekker om het land uit te vlakken. Of een koppensneller. Kopweg weg, multipeter aangeschaft. Met een V-rol. Alleen nu met de nieuwe trekker. Hele brede banden. Problemen met het wiel. Dus om dit op te lossen, ga ik deze koker inkorten. Ik vind het heel mooi zo. De laatste Big Bags van Den Hattig. Naamsverandering van Den Hattig naar Solana. Volgende vrachtwagen, Big Bags van 1000 kilo. En waar gaan die naartoe? Oekraïne. Ja, kijk, precies. Dan denk je, je staat op 54. Hè? Oh, ja, een klote. Hier, dan denk je dat hij op 54 staat. Maar hij staat eigenlijk op 52,5. We zijn aan het de zaaimachine aan het afdraaien voor de gest. We willen heel graag zaaien. Eerst afdraaien. We hebben hem op stand staan. 52,5. Slagen gaan we nou draaien met afdraaien. 85. Dan ga ik die bak eronder houden en dan zo eens even wegen. Wel makkelijk dat we nu met z'n tweeën zijn. Nou draaien maar, Jelle. 1, 2, 14,55. Afdraaien is klaar. Nog even de achterkast smeren en de rol smeren. Dan is dat klaar. Waarom hebben we deze trekker nou gekocht? We gaan hier al het voorjaarswerk mee doen. Land lostrekken, uienland klaarmaken, bietenland, aardappelland, groenmessen zaaien, tarwe zaaien. Dus het blijft altijd op brede wielen staan.
Daarom hebben we gekozen voor luchtdrukwissel. Wil je eens even laten zien hoe dat luchtdrukwissel werkt? Nou, we hebben hier de luchtdrukwissel is gestuurd via de ISOBUS. We kunnen hier oppompen. Kunnen we zelf instellen hoeveel bar we in de banden willen. Dit is voor, dit is achter. Wil je nou het achterwiel eens naar 0,8 laten leeglopen? Dan kunnen we hier zo bij het slotje kunnen we kiezen welke we willen aflaten. Willen we voorbanden of achterbanden gelijkertijd? Of willen we alleen voorbanden of alleen achterbanden? Door af te laten kunnen we hier zo op een pijltje naar beneden klikken. En dan gaat hij nu de banden achter gaat hij aflaten naar 0,8 bar. Ga ik eens even bij het achterwiel kijken Jelle, of die echt door gaat zakken. Ja. Hij begint al mooi door te zakken. Hij stopt met het leeglaten van de band op 0,8. En dan kunnen we zaaien. Als we dan weer de weg op gaan, dan pompen we hem weer op. En dan kunnen we met hoge druk over de weg, zodat de banden minder slijten. Zes zakken zaad, zes rondjes zaaien. Samen met Jelle en Hessel is dat zo klaar. Nou, de kop is eraf van de nieuwe trekker. Begonnen met gers zaaien. Vandaag droog weer, zonder zelfs bij. Dus vandaag proberen de gers erin te krijgen. De eerste zes rondjes zitten erin en het kwam mooi uit met de zakken zaad. Het ligt nog wel een beetje kluiterig, maar het zaad ligt er mooi onder, dus rij je maar. Kijk, het begint al op te grijzen.
zaaien gaat prachtig. Nou, voor het eerst vandaag op een Vario, op de vent. Ik ben wel blij dat Jelle alles eerst ingesteld heeft. Ik heb een goede instructeur bij me. Hij heeft het kophakkenmanagement ingeregeld. Dus ik hoef ook alleen maar go en end in te drukken. Dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Luchtdrukwissel. We rijden nu voor op 0,5 bar en achter op 0,8 bar. We draaien nu met de achterwielen over het betonpad en dan komt het er toch nog wel op aan. Op de grond kunnen we denk ik hier wel zakken naar 0,6 bar. Nog een paar rondjes, dan zit eerst het perceel er al in. Dan gaan we met het volgende perceel beginnen. Dat is voorvrucht die tarwestoppel met dat gras erop. En daar was de ondergrond toch nog wel wat natter. Ik heb het idee dat die wortels het vocht wat vasthouden. Maar we gaan het toch proberen. De grond die grijst hier al mooi op. En daar ben ik wel blij mee. Ik geef een beetje toer bij het rijpedaal. Ik haal de cruise control eraf. Front even omhoog. En de zaaimachine kan omhoog. Het is wel even oefenen met voorsturen, nieuwe trekker. Reageert toch weer wat anders als een andere trekker. En Jelle heeft hier bijna de hele hoek gezaaid. Dus... nou, ik sta bijna op nul. GPS aan. Front even zakken. En de zaaimachine zakken. Een paar meter rijden en dan pakt de cruise control het over. Tevreden Jelle? Ja, gaat hartstikke mooi. Ik vind dat je het mooi ingesteld hebt allemaal ook. Laatste baantje van het eerste perceel. Zo de kop hakken nog. Dan gaan we naar het volgende perceel. Het volgende perceel rij je ongeveer 4,6, 4,7 km per uur. Voorop een koppensneller om de grootste koppen van de ploegsnee vlak te strijken. En achterop een kopweg en de zaaimachine. We zaaien ongeveer 145 kilo zomergest per hectare. We hebben het weer echt mee. Zo nu en dan schijnt de zon. Het land wordt helemaal wit. Dus ik ben heel erg blij dat we vanmorgen zijn begonnen met zaaien. Het is wel wennen om geen koppeling te gebruiken, want die heb ik al 50 jaar gebruikt. In principe is dat niet nodig met deze trekker. Het vooruit-achteruit rijden doe je gewoon met een hendel naar links en een knopje indrukken. Hoef je niet te koppelen.
De eerste werkzaamheden met de vent en het gaat heel mooi. Zeker weten. Laatste baantje op de kop pakken. Zit de zomergest zit erin. Het is echt perfect gegaan vandaag. Het is zaterdagmiddag. Toch maar de kast rooien op de zomergest. Het is mooi opgegrijsd. De wind is weggezakt. Ik rij op 18 meter. Op GPS, op dezelfde lijn dan gisteren van het zaaien. Jelle heeft met de USB-stick de lijnen overgezet op de MF-GPS. Strooien gaat mooi zo. Nog een paar rondjes, dan ligt het er alweer op. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.